kwamen te ver achteruit te spelen. Ik denk dat het voorbeeld de tweede goal is. Waarin we achteruit lopen, zelfs op de rand van de 16, toch te veel ruimte geven. Ja, hij werkt het fantastisch af. Klasse van een speler bij een tegenstander. Maar er wel de veerkracht twee keer toe terug te komen in de wedstrijd. Hadden we vorige week ook al. Dat zit wel goed. Ja, de kleedkamer heerst ook de teleurstelling. Want echt idee, volmondig het idee van we maken er 3-2, maar halen 3 punten. Niet verdiend op basis van een uur. Maar als het 11-9 wordt en daarin hebben we ook gewisseld. Ja, hebben we alles gedaan. Ik denk dat we zeker 6 tot 8 keer ook binnen de 16, rand 16, vrij hebben kunnen schieten. Ja, ik vond dat we het niet slecht deden. Ik wil niet altijd zeggen tegen 10 of tegen 9 dat, dat je dat goed speelt. We kozen voor voetbal. We bleven de zijkant breed houden. Ja, we hebben alles gedaan en alles eigenlijk goed gedaan wat je moet doen. Niet gelukkig in afwerken, niet gelukkig zeker wat ik net al aangeef, het schieten. Maar ja, doe maar. Ik kan ermee leren, ik kan ermee leven. Want wat Ron ook aangeeft, de wedstrijd was op en neer, het gebeurde heel veel. Nou, het helft heeft wederom aangetoond een grote drijf te hebben. Nou, dan kun je wel eens eerder genoegen nemen met een gelijkspel thuis. Dankjewel. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn. Mag ik vingers zien zodat de richting ervan kan komen? Dan is het in de rest van het stadion ook goed te horen. Wie als eerste? Blijf aan. Ron, was een hele lange sprint van Oussama in jouw arm, als ik het goed gezien heb. Dat was toch een teken in moeilijke tijden, of kun je dat uitleggen hoe dat er precies... Nou, ik werd er een beetje verlegen van, maar ik vond het ook een hele domme actie. Want hij zit in de Ramadan en die is bijna voorbij en dan gaat hij zo lang sprinten en... We hebben hem op het laatst gewisseld omdat we alleen maar eigenlijk vooral moesten verdedigen en omdat hij er ook wel doorheen zat. Maar ik heb het wel gewaardeerd, moet ik zeggen. Maar ik, nogmaals, wat ik zeg, wordt wel wat verlegen, want het is toch, ik denk, een actie dat hij wat steun naar de trainer geeft. Nou, ja. Dat is wel eens leuk in moeilijke tijden. Maar ik vind het veel belangrijker dat de ploeg helemaal met elkaar heeft geknokt. En nou, nogmaals voor Oussama, spaar je energie als het volgend jaar weer Ramadan is. Ramadan. En hij heeft deze week nogal duidelijk gezegd, er is natuurlijk ook bij hem veel transfergeruchten. Hij heeft gezegd gisteren of eergisteren van ik blijf bij Heerenveen. Beschouw je dat ook zo? Of is, Ja, dat hopen we wel. Alleen in de voetballerij blijf je de ene dag bij Heerenveen of bij een andere club en de andere dag zit je ergens anders. Dus als het donderdag 1 september is, dan daar staat Johan Hansma, dan kan hij eindelijk eens een keer rustig gaan slapen. Dat is onze technische directeur. En dat is niet de enige club, want we moeten maar eens gaan uitvinden van hoe zit dat nou? Hoe is die regel tot stand gekomen? Hoe kun je die veranderen? Ik denk dat het heel moeilijk is. Maar 1 augustus zou er wel een stuk handiger zijn, denk ik. Zijn er meer vragen? Hier vooraan. Ga maar. Waarom op Achterbuik? Goede debuut, denk ik? Ja, wel. Hij was gevaarlijk. Hij schiet... Misschien 2 ballen, die zeker 1 keer de keeper goed redt. Hij is echt de spits. Weinig ruimte nodig om links af te werken. Komt nog een bal bij de eerste paal, dacht ik net naast. Ja, hij deed wat hij moet doen. Alleen ja, het sprookje van debuteren op 17. En dan ook nog de winnende maken, ja, had ik hem wel gegund. Mezelf ook wel trouwens, maar... Maar helaas, dat is niet gebeurd. Maar goed, prima. Echte spits en gezien de situatie ook natuurlijk, want normaal heb je anderen op de bank die je kunt brengen, maar ja, de situatie is bekend dat je dat moet doen, maar dat is, vind ik niet zo als een probleem. Want... Normaal zou hij er niet bij hebben gezeten? Nou ja, als je... Wanneer zou je erbij komen? Nou, gisteren hebben we besloten om, toen Cissé definitief afviel, om hem erbij te nemen. Hij had eigenlijk nog moeten spelen tegen Quick Boys A1. Zou hij een helft spelen, zou hij op de bank zitten. Gelukkig werd dat afgekeurd. Dus hij heeft ook niet gespeeld, maar dat is de situatie. En dan kun je 4 linksbacks of 6 middenvelders op de bank hebben. Maar ik wil ook graag wel, zeker in een thuiswedstrijd, toch 2 aanvallers op de bank hebben. En dat was Manu, maar
ook al van de A1, maar die situatie is bekend en ik doe er niet moeilijk over. En weer iemand laten debuteren, de zoveelste, en ze zullen me dankbaar zijn, denk ik. Maar hij voegt eigenlijk iets toe wat je nog niet had, ook al is hij nog heel jong, zijn type spits. Ja, wel, het is een rommelaar, het is, wat ik al aangaf, hij heeft weinig ruimte nodig om af te werken. Het is een echte spits, loopt goed de eerste paal. Dus andere type als Fernandes, is veel meer een lopende man, hij is veel meer een aanspeelpunt. Ik vond dat we hem ook in die laatste fase, als je dan toch wat wil aanmerken, hem ook nog vaker hadden kunnen zoeken. Van inspelen, want hij is balvast, doorbewegen. Ja, dat hadden we nog meer kunnen doen, maar die rol vulde hij goed in. Meer vragen? We gaan nog een keer terug daar. Maar nu CC, nu je weer niet weet hoe lang het gaat duren, is het nog meer van belang dat die spits er even komt, toch? Of niet? Ja, dat klopt, maar ja. Ik ben hier gekomen wetende de situatie hoe die is. Dus alles wat erbij komt is meegenomen en alles wat er weggaat is een tegenvaller, maar dat kan gebeuren, maar ja, daar heb ik me bij neergelegd. Dat zo vaak meegemaakt bij andere clubs dat je toch tot het einde nog een verschuiving binnen je selectie krijgt en dat is eigenlijk verspilde energie. Kunnen Koeman er al mee omgaan? Hè? Kunnen Koeman er al mee omgaan? Ja, die andere ook? Weet je het niet?